Yo partypieps, gaat alles goed met jullie? Nou mooi, met mij gaat het ook goed. Leuk dat je het vraagt en het is weer tijd voor een nieuwe unboxing hier op gamersnet.nl. En je ziet hem hieronder, het is de Xbox One S. Jawel, we hebben hem binnen. We hebben hem binnen in fucking vette FIFA bundel. Maar ik ben niet zo'n groot FIFA-fan. De FIFA-fan staat achter de camera, dat is Daniel. En we hebben natuurlijk Lennart. Die hebben allebei al een exemplaartje, dus ik ga je nu alvast vertellen. FIFA 17, je kunt hem hier winnen op Xbox One, want deze geven we gelijk weg. Hoe vet is dat? Reageer even hieronder in de video als je dat fan vindt, als je hem wilt winnen. En dan krijg je hem. Dus deze gaat er voor mij in ieder geval af. Voor mij is de Xbox gewoon deze. En binnenkort volgt er een super grote uitgebreide Gamersnet Gear over de Xbox One S. En een geschreven artikel over wat we er allemaal van vinden ten opzichte van de oude Xbox One. Dit is dat nog niet. We gaan hem nu unboxen. En dat betekent dat we vooral gaan kijken wat het verschil is in grootte en zo. En wat er allemaal in de box zit. Nou, voilà. Hier zit gelijk... Ja, dit zijn zeg maar de administratieve plichtplegingen die erbij zitten. Het is sowieso, nou ja, je FIFA, die zit hier. Je EA Access een jaar. Je Xbox Live, dat is volgens mij voor een maand. Als ik me niet vergis. Denk ik. Nou, oké. Okay. Er zit ook een vertical stand, dat kun je loskopen. En natuurlijk het boekwerk van de Xbox One. Garantie, dat soort dingen. Dat zit allemaal hierin. Hij is ook super compact verpakt ook, vind ik. Er zit helemaal niet zoveel... poespas bij. Het enige wat er eigenlijk in zit naast de console is dit doosje. En in dit doosje zit de nieuwe Xbox One S controller. Die eigenlijk bijna geen aanpassing heeft ten opzichte van het origineel. Maar de aanpassingen die hij heeft ga je lezen en zien in de review. Hier is hij. Hij is wel super mooi wit. I don't know. Ik hou van wit. Vind ik vet. Ik weet niet. Past goed. En dan hebben we hier natuurlijk een HDMI-kabel die erbij zit. En, last but not least, maar dat is best wel belangrijk, de voeding. En voor de mensen die een oude Xbox hebben, check even deze voeding, Daniel. Als jij speelt veel PlayStation, je weet, dat komt mij bekend voor. Maar voor ons Xbox Games is dat toch daadwerkelijk nieuw, want dit was dus de oude Xbox One voeding. Dat is op dit moment bij de nieuwe Xbox One S helemaal ingebouwd. Kortom, het is allemaal veel compacter, kleiner, slikker, beter. Ja, dat was eigenlijk de hele samenvatting. Dan komt nu de Xbox One S, dus zelf aan. Het is één grote administratieve gedoe hier. Die zit zo verpakt. Voilà, kijk hoe vet. Hoe vet is dat? Zo, check hem out. Jongens, de nieuwe Xbox One S. En het eerste wat Daniel net opviel, dat was eigenlijk best wel knap van hem, is dat het een echt knopje is. Het aanknopje maakt ook geluid. Dat was in de oude Xbox One, was dat gewoon... Hoef je hem alleen maar aan te raken. Ja, en hij is een stuk compacter. Nou kan ik je vermoeien met allemaal getallen, 40% kleiner, bla bla bla. Maar het is gewoon veel makkelijker om er gewoon een oude Xbox One naast te zetten. En dit is het verschil in maat tussen de oude Xbox en de nieuwe Xbox. Ik vind het significant. Ik vind het wel echt een stuk kleiner. Zeker als je hem oplegt. Mag ik hem er even opleggen dan? Kijk, als je hem oplegt en je filmt even van boven, dan zie je eigenlijk precies hoeveel kleiner die is. Nou, verder is hij ook van boven wat anders. Je ziet hier een mooi roostertje voor de ventilatie. Dat is, bij de oude Xbox was dat het streepje, dat is nu het rondje. Ik weet niet, ik vind het rondje vetter. Achterop zitten nog steeds de HDMI-poorten. En wat opvalt is dat er geen ingang meer in zit voor Kinect. Daar is het helemaal vergeten, dat komt niet meer gewoon. Nee, dat doen we gewoon niet meer aan. En nou, dit was dus bij de oude. Bij de oude zat hij nog wel. Bij de oude was het allemaal wat lomper. Ja, het is sowieso een lompere console, de oude. Ja. Hij heeft 4K ondersteuning voor films. Ze hebben er ook een film bij gekregen, Deadpool in 4K. Ik heb een 4K monitor van Samsung geleend, dus die gaan we ook eventjes testen. Kom daarvoor heel snel terug naar gamersnet.nl voor de uitgebreide review van de Xbox One S. Trouwens de 500 gig versie, dat je het even weet. En als je kans wilt maken op FIFA 17 voor de Xbox One, ja, daar is die voor. Reageer even hieronder waarom je denkt dat jij de kans op wil maken, of waarom jij vindt dat jij hem verdient. Laat ons dat weten en nou ja, goed, binnenkort dus de review. En bedankt voor het kijken van deze unboxing. En dit is volgens mij toch wel het belangrijkste nieuws. Geen voeding meer.